Ik vond het echt hartstikke goed. Het was totaal ongemakkelijk en nieuw. En zelfs de hoogleraren waren allemaal een beetje lacherig in de rij om afstand te houden. Wat gaat er gebeuren? Ik denk eigenlijk een soort zenuwen van de schoolkinderen die weer na de vakantie toch weer naar school mogen. Nou, allereerst was ik heel blij dat we weer hier op de campus kunnen zijn. Dus sinds maart zijn we hier bijna niet geweest. En ik vind het geweldig dat al die mensen dan er weer zijn. En ik geniet daar ongelooflijk van. Heel veel openingen zijn toch tussen aanstekens een beetje saai. Het is vaak zenden van de spreker naar de toehoorders. En hier had je echt het gevoel dat je als kijker of in het publiek soort meegenomen werd. En het was ja gewoon laagdrempelig inderdaad en bij tijd. Hier was het lekker levendig, lekker snel. En je hoorde toch heel veel van wat de collega's om je heen doen. Dus het was ook inhoudelijk goed. Ik vind het een super format. Ik vond het enthousiasme van Evelien Kroonen was natuurlijk heel aanstekelijk. Het spatterde vanaf. En als je 5 of 6 jaar oud bent, heb je de meeste hersencellen die je ooit zult hebben. Dat is cool, hè? Nou, ik vind het mooiste als wetenschappers aan het woord zijn. Dus dat je die passie hoort, dit enthousiasme. Met mensen die echt gaan voor de goede zaak, voor het die nieuwsgierig zijn. Geweldig. En wat we wel zien, is dat we nu al weten dat je een aantal dingen zelf kunt doen om het risico te verlagen. Het is en leuk om te zien dat mensen vertellen over hun werk, hè, zoals het puberbrein, dat is heel aansprekend. Maar ook de verhalen over corona. Maar ik vond ook de berichten aan het begin natuurlijk over mensen die dan het toch weten te maken. Ook al zijn ze niet geboren met een gouden lepel in de mond. Ik vond de filmpjes aansprekend en leuk. Het was inhoudelijk. Ik denk dat ik een heel goed beeld heb gekregen van deze universiteit. Ik vond het echt een opening zoals die bij deze tijdsgeest hoort. Ja, ik heb echt van begin tot eind genoten. Al die mooie prijzen die zijn uitgereikt, kwam heel mooi de verbinding met de stad en echte problematiek aan de orde. En het is altijd aansprekend als je de prestaties ziet van de studenten, de mensen die in het zonnetje worden gezet, de onderzoeksprijs, de outreachprijs voor de maatschappelijke valorisatie. Het is belangrijk om groot te denken en om connecties te leggen. Maar het is veel handiger om gewoon klein te beginnen en te werken aan iets wat haalbaar is. Wat wij hier bedenken en wat wij samen met de samenleving, met de mensen bedenken, dat doet ertoe en dat is belangrijk. En dat is het overkoepelende en dat kwam denk ik op allerlei manieren tot uiting in alle verschillende onderdelen van het programma. Ik denk dat het super belangrijk is om de kennis die hier wordt opgedaan ook uit te dragen en te kijken hoe we daarmee een zo positief mogelijke invloed op de maatschappij kunnen maken. Ongelooflijk veel studenten, medewerkers, vrienden van de universiteit hebben meegekeken online en daar ben ik echt heel blij mee. Ik ben trots dat wij 3 prachtige universiteiten in onze provincie hebben. En Erasmus is daar één van. Dat zijn alle 3 toonaangevende universiteiten: Leiden, Rotterdam en Delft. Waar ik op hoop is dat die 3 elkaar ook weten te vinden in de samenwerking. Daar zijn ze al hard mee bezig. Waar ik dat kan, zal ik dat stimuleren. Want als we de krachten bundelen, dan kunnen we prachtige dingen tot stand brengen. En ook inspelen op de grote uitdagingen van deze tijd. Het is eigenlijk zoals onze rector zei. We moeten dingen zichtbaar maken en in de ogen durven kijken die ongemakkelijk zijn. En we moeten dingen gaan uitproberen en dan ga je af en toe mis. En eigenlijk de hele context dwingt ons natuurlijk om vooruit te struikelen, zeggen wij. En dat was heel goed gedaan. We hebben een fantastische universiteit, maar we leven in tijden waarin we onszelf steeds opnieuw moeten uitvinden. En ik hoop dat wij als college samen met de hele gemeenschap ervoor kunnen zorgen dat wij de beste versie van deze universiteit voor de toekomst worden. Wees trots op alle talenten die je in huis hebt, want het is echt een hele bijzondere universiteit. Laten we er met z'n allen een fantastisch nieuw academisch jaar van maken, ondanks de uitdagingen die er zijn. Neem het studentenleven zoals die komt, dus probeer er het aankomende jaar ook echt gewoon heel veel van te maken. En zo maken we er met z'n allen, alle studenten bij elkaar, gewoon een onwijs mooi academisch jaar van. Ik wens alle studenten, en hoogleraren en iedereen die bijdraagt aan kennisvermeerdering een heel goed jaar. En dat hier prachtige dingen bereikt kunnen worden en dat mensen nooit zullen vergeten. Ik heb in Rotterdam gestudeerd en het heeft me hier gebracht. En hierbij is het academisch jaar voor geopend!